Hallo allemaal, ik ben Joenio en welkom bij aflevering 27 van mijn PCM carrière met Lotto Soudal. Vandaag de wereldkampioenschappen en we gaan meteen beginnen met de tijdrit. En daarvoor moeten we dus vier renners inschrijven en ja, we gaan gewoon gaan voor de vier renners die het meest in vorm zijn en dat zijn Sena onze Victor Kampenaard, Ben Hermans en Yves Lampaert. Het wordt wel weer moeilijk, want het is opnieuw de tijd met de klem op het einde. En uh, ja, echt goede klemmers hebben we natuurlijk niet. Hermans heeft al 74. Maar zijn tijdreden is dan weer maar 72. Dus ja, we zullen wel zien wat het wordt. Vind je deze trouwens leuk? En zeker niet om like. Te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan ook op die rode knop. En vergeet zeker het belletje niet, want dan krijg je meteen een melding als er een nieuwe video online komt. En Victor Kampenarts is bezig aan zijn tijdrit. En uh, hij zit nog in het stuk die hem het meest zal leggen, het vlakke stuk. En uh, we zullen dan zien hoe hij doorkomt aan het tweede tussenpunt. Het eerste tussenpunt was niet echt goed op 23 seconden op, op een pas 27 e plaats. De anderen die al gereden hebben, deden het redelijk voor jou. Uh, ben Heidmans en Lezen dan. Uh, zesde plaats voor Heidmans verloopt op 1 minuut 33. Lezen staat 14e op 2 minuten en 4. Yves Lampaert deed het ook redelijk tot aan het tweede tussenpunt. Al staat hij hier al niet in de top 20. Maar uh, hij uh, verloor natuurlijk veel tijd op de klem. En we gaan kijken wat Kampenhaarts hier doet. Kampenhaarts 11 op 22 seconden verliest. Dat is niet echt extra tijd. Maar ja, hij uh, is natuurlijk wel kansloos voor de zee. Ook aangezien hij niet kan klemmen. En zometeen zal hij beginnen aan een klim. Met percentages tussen de 8 en de 11 procent. En ja, dat is natuurlijk moordend voor een als Kampenhaarts. En uh, ondertussen uh, eens kijken naar de tussenpunten. Op tussenpunt 1 is het Edwin Weston die aan de leiding had in region. Iedereen is er doorgekomen inderdaad, want Kwiatkowski is de laatste en is het al halverwege in het tweede deel. Dus Edwin Weston aan kop voor Yasha Sutterlin, Rowan Dennis, Jonathan Castroviejo, Viejo, Jos van Emden, Matthias Brandle, Nelson Oliveira, Mats woods Bruno Armirail en Mikael Kwiatkowski. Kampenaard zet dus nu al op deze klem 11% voorlopig, zoals je ziet. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, veel te zwaai voor hem. Zal hij veel tijd mee verliezen? Want hij kan natuurlijk niet klemmen. Dat hebben we ook gezien in de tijd van Yves Lampard. En ja, uh, dat is natuurlijk uh, zeer jammer. Want zo maken we natuurlijk geen kans op een medaille. En wie ook geen kans maakt op een medaille is Primus Roglic. Want zoals je hier ziet in Slovenië. Jan Traknik, een Oblak en een Pitamich, maar geen Roglic te zien. Nochtans zit hij in zeer goede vorm. Zit boven de 95% vorm. Heb voor gezorgd, want dat was een van zijn doelstellingen. En dan doet hij niet mee, wordt hij niet geselecteerd door de bondscoach. Onbegrijpelijk. Maar er zullen nog wel onbegrijpelijke zaken gebeuren op het WK. Want in het vorige seizoen won een onbekende Rus, dus. En we hebben uh, hem nergens gezien dit seizoen. Want het is een wat de inspanning verlagen, want zijn hele balk is al redelijk laag. Niet dat het op zes zoveel uitmaakt, want een goed resultaat zal hij toch niet treden. Eens kijken wie daarvoor ons reed, Massa Woods-Smit. Ook geen klemmer natuurlijk. Dus we zullen ongeveer in zijn tijd wel finishen. Achter ons komt Jonathan Castro Viejo. zit toch ook wel redelijk ver achter, moet ik zeggen. Bij ons, of is hij twee renners achter ons gestart? Dat ze ook kunnen, dat Stefan Kung misschien achter ons zat. Dat kan natuurlijk eens kijken hier. Ja, Kung was achter ons gestart, dus uh, Caso Vigo reed wel een betere tijd dan ons. Wat natuurlijk ook logisch is: is een betere klimmer. En uh, ja, we gaan eens kijken hoe het aan de finish zit. Miguel Angelopez voorlopig 1 seconde voor Vincenzo Nibali. Toch verrassend voorlopig Lopez is zelfs dus met de wereldtitel. Valverde staat op een bronzen plaats. Maar er komen natuurlijk nog wel wat klapjes aan. Kampen hier aan de finish. 33ste op 3 minuten 33. Dan uh, eens kijken naar Castro Viejo. En we gaan kijken. Een zevende plaats. Stefan Koen moeten we niet echt naar kijken, maar het is aan Christopher Froom die komt. Maar zijn tijd het is niet echt goed. Op 1 minuut en 4 en het tweede tussenpunt en aan de finish een negende tijd op 58 seconden. Dan is het aan Wilco Kelderman. Hij zou in principe ook al een goede tijd moeten kunnen rijden. En eens kijken hoeveel er nog achter komen. nog 5 renners. Dus Kelderman uh, moet kunnen en de medailles finishen als hij zijn potentie benut, natuurlijk. Een derde plaats op 12 seconden voorlopen, bronzen dus. Dan is het aan Schachman die zakte er wat door Edwin Weston dan. Een eerste plaats voor Edwin Weston. 7 seconden sneller dan Miguel Angelo Lopez, kregen we hier een verrassing als wereldkampioen. Want uh, ja, toch een onbekende rende: Edwin Weston. Eens kijken naar Rowan Dennis. Kan hij onder de tijd van uh, de Amerikaan of niet? Dennis, een dertiende tijd. ik er toch helemaal wat door? Er is nog één kans en dat is dat Michael Kwiatkowski onder de tijd van Weston Anders is het de Amerikaan die wereldkampioen is. En dat is het geval, want Kwiatkowski maakt maar zevende. Edwin Weston Winters, en als hier zit, 79 tijd in en 72 klemmen. En hij reed bij Boer en zijn regenders. En uh, ja, toch wel uh, zeer verrassend, 22 jaar maar. Voor Miguel Angel Lopez, die zelf pakt, en Vicenzo Nibali, die brons pakt. Als we dan onze renners zoeken, Ben Hermans, 15e op 1 minuut 42. Lezen op 2 minuten 13 als 24e. Dan gaan we wat verder zoeken, Victor Kampen 40e op 3 minuten 42. En Ivland pakt als 52 op 5 minuten 23. En dan gaan we verder met het WK. En ja, zoals ook voor het seizoen het geval was, gaan we moeten rekening houden met andere wedstrijden. Want er is nog altijd een World Tour wedstrijd bezig. En wij gaan hier gewoon de meeste renners meenemen die in vorm zijn. Dus eigenlijk enkel Jasper Steuven bleef thuis. Is ook maar 68% in vorm, sep van Marke. En uh, Toons niet helemaal in vorm. Maar onze kopman zal toch Tim Wellens worden, want toch redelijk heuvelachtig. En als we eens kijken naar de vormpikken, zien we dat Wellens gewoon super in vorm is. Dat is goed nieuws. En we zitten in de voorlaatste ronde van dit WK. En opnieuw is het deelnemersveld niet echt super. En uh, we zijn hier aan het lossen met de hele ploeg. Dus uh, we gaan hier moeten versnellen. Het is Tuns die hier niet kan volgen. Want uh, ja, we zitten natuurlijk wel met een favoriet en de is Tim uh, ja, we zitten dus met hetzelfde probleem als het uh, vorige week. En dat is dat uh, een World Tour wedstrijd bezig is op dit moment. En uh, zoals je ziet, sommige ploegen echt gewoon niet compleet. Spanje bijvoorbeeld, maar met 3 renners. En wij zijn bijvoorbeeld het enige met 9 uh, renners. Nederland heeft er ook wel 8. Maar toch. Ik zeg uh, gewoon een fout in de database. En uh, we gaan een klein beetje vertragen, want we zetten weer op kop. We zetten met een groep van 20 renners dus, en we hebben nog 7 renners mee. Dat is wel heel goed. En uh, ja. Hier een Fransman die wilde demareren. Tony Galopin. Hij gaat dat ook doen. Maar we gaan gewoon tempo houden met Joubert. We hebben er genoeg dan... Oh, Peter Sagan, dat is iets anders natuurlijk met Kwiatkowski. En uh, Joubert mag nu het tempo wat verhogen. Zodanig dat ze zeker niet wegrijden die. Sagan en Kwiatkowski mogen zeker niet wegrijden. Want uh, ja, anders uh, zitten we met een probleem. Het is gelukkig nog één ronde te gaan. En uh, ja, Joubert... Heeft uh, zijn werk gedaan. We gaan gewoon meteen naar benot overschakelen. Want uh, die heeft nog krachten genoeg. Dan hebben we ook nog bakelands. We hebben ook nog vanavond. Met, en natuurlijk Tim Mellons. Het zou leuk zijn natuurlijk om een Lotto soudal eens in die wereldkampioenschap te zien. Al zal het niet meer in deze serie zijn. Want dit is de laatste wedstrijd natuurlijk van het seizoen. Die we gaan rijden. En uh, eens kijken, naar benot. Nog 17 kilometer ondertussen en we zijn maar met 15 meer. Wie is er onder andere gelost? Geniet, Dallus, onze renner dus, Mario Dallus. Uh, Zbayagli is gelost, Rosa is gelost en Gujai ook. Dus uh, die gaan allemaal niet kunnen meedoen. We gaan uh, eens kijken wie hier nog allemaal zit, behalve onze renners. Galopin zit hier. Ala uh, gevaarlijke renner. Kwiatkowski natuurlijk. Sonny Cobrelli, nog een renner van ons. Het was Hagen, Rudy Molaar zit hier en Peter Sahandus. Toch al een paar grote namen. En we gaan Benot zijn energiezelf geven. Mag ondertussen nog wat versnellen. Zodanig dat de rest moet komen. Ondertussen opnieuw aan de Het is Rudy Molaar, Dus uh, Dat is goed nieuws. en uh, ja, Benoit is ene krachten nu. Gaan we overgeven aan Bakeland. Die heeft 77 heuvels. Dat dus, uh, is wel goed. En uh, Bakelands mag nu het tempo verhogen. Eens kijken, we zijn nog met 9. En uh, Sagan is er ook af. Jawel, Sagan is er af, maar die zal wel terugkomen, waarschijnlijk. Uh, Energiezuil aan Bakelands. En, en uh, we gaan kijken, hij zit bijna boven. Dus we gaan nog wat versnellen. Nog met 8 trennies. En uh, Sagan is natuurlijk weer kunnen terugkeren. We gaan kijken, Bakelands mag het tempo hoog leggen. En op het volgende knikje mag van Avumaat dat doen en dan gaat hem wel eens in de aanval. Zetten we al op dat tweede gedeelte nog niet meteen, denk ik. Nee, uh, nog een klein beetje wachten. Baklans moet het proberen volhouden tot nu. Ja, en nu is het aan glik van Afumaat. We gaan kijken nog met 8 dus. Wie zit er nog in ons wiel? Benot het jezelf nog. Dan Kwiatkowski's, Zagen, Alla Filip en Edvold hagen. Dus echt wel een topper die wereldkampioen zal worden deze keer. We gaan kijken wat. Uh, en Baklans zit daar in de weg voor wel Maar we gaan kijken wat het wordt. Vanavond, Maat, kan het tempo hier gaan verhogen zo meteen? Jawel, mag naar 95. En ja, we gaan kijken wat wel dan kan doen. Mag zijn energiegel ondertussen al nemen? Hier is dat stuk bergop. Vanavond maat met de kracht inspanning. We gaan kijken, Sagan zit daar ook al in het wiel. En we gaan kijken wat het wordt. We zijn hier boven bijna. En we gaan in de aanval met Tim Wellens. Want we kunnen natuurlijk niet winnen tegen Peter Sagan in de sprint. Dus uh, gaan we het zo proberen. Hebben we een voorsprong? Het lijkt erop van niet. Want het is Sagan die mee is en we gaan nog niet sprinten natuurlijk. Uh, we gaan kijken wat het wordt. Ja, met Zaggen in het wiel zijn we al zeker van een tweede plaats. Maar winnen zal er natuurlijk niet inzetten. We gaan kijken of we gewoon in zijn wiel kunnen kruipen. Dat kunnen we. Maar hij pakt meteen een grote voorsprong. En ja, we zijn er dus aan voor de moeite. Want ja, winnen gaan we niet kunnen doen. Ofwel is hij gewoon te vroeg aangezet. Kan dat? Kan dat? dat zou in principe wel kunnen. Maar nee. Nee, nee, het is Peter Sagan die wint. Voortaan wel eens. En de derde plaats, oké, okay, we konden nog sprinten hier. Zullen we nog derde kunnen worden of wordt het Kwiatkowski? Ja, het wordt natuurlijk Kwiatkowski. Als ik een beetje had oplet, kon ik misschien nog derde geweest zijn. En ook Benoot zal nog in de top 10 eindigen, denk ik, als ik dat goed te zien heb. Inderdaad, achtste. En dan komt hier voor de negende plaats, naast kan dat ook nog, twee renners van Nee, geen twee renners van ons, het is natuurlijk Oliver naast hem. Maar als Sonny Cobrelli die ook in de top 10 eindigt. Dus uh, drie renners van Lotus Zodal in de top 10 van dit WK. We hebben het dus geprobeerd met Temmels, maar het is Peter nog net niet gelukt. Peter Zaggen was deze keer net wat te sterk voor ons. En uh, ja, toch wel jammer, want zo heb ik geen enkele keer wereldkampioen kunnen worden in deze twee seizoenen. En uh, ja, dat had ik toch graag nog gewild. Maar ja, uh, we kunnen er nu niets meer aan veranderen. En uh, daarmee gaan we ook deze, deze aflevering afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken om het kijken en tot de volgende keer! Dag!